Bedrijven op slot na MKZ-uitbraak Engeland. Dancefestival Apeldoorn druk bezocht. Romeinse liefde op heilige grond. Goedenavond. Ruim 200 boerenbedrijven in Nederland zijn geblokkeerd vanwege de MKZ-uitbraak in Engeland. Dat heeft het ministerie van Landbouw bekendgemaakt. Om hoeveel Gelderse bedrijven het gaat, is nog niet duidelijk. De 209 bedrijven zitten op slot omdat zij de afgelopen 2 weken nog vee uit Engeland hebben geïmporteerd. Ze mogen helemaal geen dieren vervoeren, ook niet naar de slachterij. LTO verwacht dat een groot deel van deze bedrijven in Gelderland zit. Op dit moment is het belangrijkste dat die bedrijven die in beeld zijn gebracht, dat die zo snel mogelijk getest worden op MKZ om te kijken of het in Nederland terecht is gekomen. Stel dat? Ja, daar kun je niet op vooruit lopen. We hopen natuurlijk met z'n allen dat er niets aan de hand is. Aan de andere kant is het ook zo, als je zo snel mogelijk test en het blijkt dat de bedrijven vrij zijn, dan kunnen ze ook zo snel mogelijk weer van slot af. Vrijdag werd het MKZ-virus aangetroffen op een rundveebedrijf in het zuiden van Engeland. De besmetting komt mogelijk van een nabijgelegen laboratorium waar dit type virus gebruikt wordt voor onderzoek naar mond- en klauwzeer. Om te voorkomen dat ook in Nederland opnieuw MKZ uitbreekt, is sinds gisterenmiddag een vervoersverbod van kracht. Dat wordt goed nageleefd. De Algemene Inspectiedienst heeft tot nu toe 2 boeren bekeurd. Het centrum van Apeldoorn stond vandaag in het teken van dance. Lokale DJ's, maar ook grote namen zoals DJ Jean en Ferry Korsten traden gratis op tijdens de eerste editie van Dance Tour Apeldoorn. Het festival trok duizenden bezoekers. Apeldoorn komt langzaam op stoom voor dit dancefestival. De eerste DJ draait zijn muziek voor slechts tientallen bezoekers. De Apeldoorners nemen nog een afwachtende houding aan. Het evenement trekt in de eerste uren vooral nieuwsgierige mensen. Ik ben benieuwd naar de jonge lui, hoe die dansen en al. Nou, ik vind het ten eerste vind ik het mooie weer, vind ik gezellig. En ja, ik ben nog niet zo gesteld op deze muziek. Het is een beetje boem, 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 hè. Maar het plein stroomt langzaam maar zeker vol. De organisatie verwacht later op de avond een zwingende en deinigde menigte. We hopen dat er toch zeker wel 6000 mensen op af zullen komen. Voor het eerst is het gratis festival in onze provincie. Er gebeurt hier niet zoveel voor jongeren. En dat is de reden waarom we ook naar Apeldoorn komen dit jaar. Nou, ik vind dat Apeldoorn toch wel heel erg achterloopt op dit soort gebieden. Tenminste, het is ook het idee dat mensen er niet echt voor openstaan. Maar het wordt ook niet echt aangeboden, weet je wel. En nu heb je dat dus wel. En dat is wel heel, ik vind dat wel heel goed. Tjebelski komt uit Apeldoorn en is DJ. Althans, dat hoopt hij te worden. Hij mag hier optreden na een gewonnen wedstrijd. Dance Tour biedt plaatselijke DJ's de kans om muziek te draaien op hun festival. Tjabel Smeenk won de Apeldoornse voorronde. En hier staat hij dan voor zijn eerste echte optreden. Het is de eerste keer voor mij voor zo'n groot publiek. Dus ja, ik heb er zin in. Maar het, de spanning is al te snijden hoor, hier even. Ja. De spanning van deze DJ heeft de organisatie niet meer. De verwachting is dat dit festijn een succes wordt. Met de gemeente is afgesproken dat Dance Tour de komende jaren elke eerste zondag van augustus hier staat. Tot grote vreugde van de bezoekers. Eigenlijk wel. Er zijn veel te weinig evenementen die worden georganiseerd voor jongeren. En zeker wat betreft op het gebied van muziek. Dus dat is een goed initiatief en moet het zeker vaker doen. De Dance Tour maakt deze zomer ook zijn debuut in de Achterhoek. Op donderdag 30 augustus in Doetinchem. Fans van NEC konden vandaag hun hart ophalen bij de jaarlijkse open dag. Het Goffertstadion in Nijmegen waren weer tal van activiteiten. Zo was er een roadshow van het Korps Mariniers en speelden oud-NEC-spelers tegen elkaar tijdens een beachvoetvolleytoernooi. Natuurlijk konden de NEC-fans weer handtekeningen verzamelen van hun favoriete spelers. En ook trainer Mario Been was van de partij. Been hoopt zijn selectie nog voor de start van de competitie te versterken. We willen er nog een aanvaller bij en 1 of 2 middenvelders. En, maar goed, aanvallen zoekt heel de wereld. En je weet dat onze financiële middelen tot een bepaalde hoogte reiken. Maar goed, we laten ons niet gek maken. We zoeken naar een echte versterking. En we kunnen het geld maar 1 keer uitgeven, dus we hebben geen haast. In ieder geval is de selectie voor het komende seizoen aangevuld met spits John van Beukering. De voormalig De Graafschapsspeler heeft grootse plannen voor komend seizoen. Hoeveel doelpunten ga jij maken dit seizoen? Ja, tussen 10 en 15 moet ik halen. Dat beloof je de supporters wel. Ja, dat moet lukken. Als het seizoen niet geslaagd. Eind augustus zal de nieuwe competitie van start gaan.
Romeinse liefde en erotiek. Dat was het thema van de familiedag in Museumpark Orientalis in Heiligland Stichting. Deze zomer staan daar de Romeinen centraal. Het voormalig Bijbels Openluchtmuseum is bezig met een ingrijpende koerswijziging. En daar is dit prikkelende thema een goed voorbeeld van. De bezoeker van Museumpark Orientalis moet zich in het oude Rome hebben gewaand. Zo liep er vanmiddag muzikanten, een gladiator en het liefdesengeltje Cupido. Vandaag is het in Orientalis de dag van de liefde en erotiek. We hebben vandaag een Romeinse familiedag met het thema liefde en erotiek bij de Romeinen. En we laten dus eigenlijk van alles zien wat met liefde en erotiek bij de Romeinen te maken had. Zo wordt er een traditioneel Romeins huwelijk nagespeeld met de destijds gebruikelijke rituelen. Pater Janus, ik geef u deze drank. Maar ook de andere kant van het liefdespel blijft niet onderbelicht in Orientalis. Zo is er een lupinare, zeg maar een bordeel. Daar krijgen nieuwsgierige bezoekers uitleg van een zogeheten courtisane. Een vrouw van lichte zeden die zich in de hogere kringen van de samenleving begaf. Ik vertel dus over de verschillende soorten van prostitutie. Ik laat hen kennis maken met verschillende courtisanes. Met hun handelspraktijken, met hun geliefdes en met de macht die ze hadden. Want ze hadden dus zeer veel macht, maar achter gesloten gordijn. Voor een museum dat tot vorig jaar nog het Bijbels Openluchtmuseum heette, is het thema liefde en erotiek toch enigszins opmerkelijk. Het lijkt een trendbreuk. Waarom is toch hiervoor gekozen? Ja, omdat wij altijd aandacht hebben besteed aan de Romeinen. En wij dat ook voort willen zetten. En ieder jaar hebben we een leuk thema. En dit jaar hebben we dus gekozen voor liefde en erotiek. Waarom niet eigenlijk? Inderdaad, waarom niet? Demonstreren, sleutelen en elkaars producten bewonderen. Dat deden modelvliegers vandaag in Beekbergen. Dat straks, nu eerst nieuws in het kort. De 14-jarige jongen uit Opheusden, die gistermiddag op de Nederrijn verdween, is verdronken. Het lichaam van de jongen is gisteravond door duikers gevonden. Het slachtoffer was met een vriend aan het varen toen hun bootje plotseling omsloeg. De vriend wist zich in veiligheid te brengen, maar de jongen ging kopje onder en kwam niet meer boven. Zeker 34 auto's zijn afgelopen nacht in Wamel vernield. Onbekenden hebben met witte verf buitenspiegels beklad. Eén auto is helemaal ondergespoten met verf. Een politieagent constateerde de vernielingen. De politie heeft inmiddels diverse aangiftes binnengekregen van gedupeerde auto-eigenaren. Arnhems oudste trolleybus rijdt weer. Vandaag maakte de 101 zijn eerste rit naar Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. De museumbus vertrok vanaf het Centraal Station en nam de route van lijn 3 naar de wijk Alteveer. De bus rijdt elke zondag in augustus en september. Loopings, achtjes of gewoon een stukje zweefvliegen. Tientallen modelvliegers zijn deze week bijeen op het modelvliegkamp in Beekbergen. Ze bekijken elkaars vliegtuigen, ze sleutelen eraan en ze houden uiteraard wedstrijden. Ondanks de stevige wind maken modelvliegers mooie figuren in de lucht. Voor de echte wedstrijd wordt er eerst een beetje ingevlogen. En daar hoort ook een perfecte landing bij. Het modelvliegkamp in Beekbergen biedt de hele week plaats aan 40 liefhebbers van deze hobby. Binnen deze week hebben we een aantal keren dat we wedstrijden organiseren, zodat we elkaar kunnen laten zien wat we kunnen. En daarnaast is het heel veel vrijvliegen, dus mensen kunnen lekker een hele week lang hun gang gaan. Richard Gerrits is een van de modelvliegers die de hele week op het kamp is. Zijn vader had lang geleden ook al modelvliegtuigen. Het vliegen zit hem dus in het bloed. Toen ik een jaar of denk 8 was, toen begon ik het ook wel leuk te vinden eigenlijk. Want die toestellen stonden bij mijn opa en oma op zolder. Dan is het geweldig als je als klein mannetje daar op die zolder komt en dan zie je allemaal van die vliegtuigen staan. Nou ja, dan word je helemaal gek van die dingetjes. Vliegen met een helikopter is moeilijker dan met een vliegtuig. Dat blijkt wel als Richard een demonstratie geeft. Shit, ik ben onbestuurbaar. Onbestuurbaar. Richard, wat gebeurde er? Ja, goede vraag eigenlijk. Ik heb nog niet echt een heel goed idee wat er gebeurde. Ik probeerde vanuit vliegende vlucht stil te gaan hangen om weer even stil te gaan hangen. Maar op een gegeven moment helde die achterover en wat ik ook tegenstuurde, hij wilde niet meer recht gaan hangen. Dus dat ding dat schoof naar achteren en kwam redelijk dicht bij de pit. Maar toen heb ik hem maar even de grond in geboord, want hier staan allemaal mensen. Dus, je hebt hem zelf de grond ingestuurd?
Ja, nou ja, dat is altijd nog beter dan dat je iemand raakt. Crashes als deze horen er wel een beetje bij. Sterker nog, 's avonds kijken ze in het kamp naar crashvideo's. Die beelden komen vaak uit Amerika, zijn vaak hele grote toestellen. Het is heel spectaculair om te zien dat het fout gaat. Maar eigenlijk is het niet leuk, maar stiekem lach je er dan toch om. Er rijden voorlopig geen treinen meer over de Betuwe-lijn. En de supersmoker is niet aan te slepen. Een greep uit het nieuws van de afgelopen week. De politie houdt de 57-jarige Serviër aan die verdacht wordt van het neerschieten van een Apeldoornse rechercheur. In Biddinghuizen wordt de man opgepakt. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de vingerafdrukken. Mede aan de hand van dit onderzoek is met grote stelligheid te zeggen dat het om de gezochte Trajkovic gaat. Het loopt als een tierenlier. Het loopt storm. Het gaat hier om de supersmoker, een elektrische sigaret. In Arnhem gaan ze als warme broodjes over de toonbank. En op een boerderij in Hoenderlo breekt deze week blauwtong uit, een virusziekte bij herkauwers. Aan het vervoer van dieren binnen besmettingsgebieden worden voorwaarden gesteld. Door een probleem met het veiligheidssysteem rijden er voorlopig geen treinen meer over de Betuwe-lijn. Vervoersbedrijf Relion denkt dat het probleem in het systeem zit, maar spoorwegbeheerder ProRail geeft de treinen de schuld. Het straatroofteam van de Arnhemse politie wordt wegens succes opgeheven. Het aantal straatroven is in een half jaar gehalveerd. De aanpak is succesvol gebleken en wij zijn van plan om deze aanpak nu ook te gaan richten op andere criminaliteit. Dus op het moment dat wij ergens anders een piek zien, dan gaan wij op dezelfde manier daarmee om. En de eerste editie van de internationale muziekzomer Gelderland gaat van start. Het publiek kan gaan kijken naar ruim 80 concerten op bijzondere locaties in de hele provincie. Morgen is er nog zon, maar aan het einde van de dag hebben we ook de paraplu weer nodig. Meer hierover vertelt Margot Ribberink vanuit de Weerstudio in Wageningen. Dag, dames en heren, een hele goede avond. Een perfecte zomerdag in heel de provincie. Vanochtend vroeg al volop zonneschijn. Mooie zonsopkomst. Wel een paar wolkjes, wat hoge, wat middelbare wolken. Maar de parasol was vandaag beslist nodig, want de zon heeft over uren gedraaid. En de temperaturen liepen flink op. Op heel veel plaatsen hebben zo'n 29 tot 30 graden gehaald. En dat betekent dat je in het water op moet om een beetje verkoeling te zoeken. Helaas duurt het zomerweer veel te kort. Want morgen in de loop van de middag gaat het weer alweer verslechteren. Alles heeft te maken met de storing. Vandaag nog ver weg boven de Britse eilanden. Ook een paar flinke onweersbuien hier boven Spanje en Portugal. En beide storingen komen de komende 24 uur langzaam naar ons toe. Vanavond hebben we daar natuurlijk nog niet mee te maken. Het blijft lang aangenaam. Tot een uur of 10, 11 blijft de temperatuur boven de 20 graden. En uiteindelijk koelt het af naar waarde zo tussen de 17 en 18 graden in onze provincie. Het blijft natuurlijk ook helder. Morgenochtend is het ook mooi weer en ook dan gaat de temperatuur flink omhoog. Wind komt eerst uit een zuidelijke richting. Met name in het oosten, in de Achterhoek, wordt het warm, 30 graden maar liefst. Maar de luchtvochtigheid neemt toe en dat betekent dat het 's middags behoorlijk broeierig gaat aanvoelen. Bovendien neemt op nadering van die storingen 's middags de bewolking wel toe. Maar het duurt wel even voordat we met de regen en de onweersbuien te maken gaan krijgen. Waarschijnlijk pas om een uur of 5 in het westen van onze provincie. In de buurt van Tiel en Culemburg. En wat later, pas tegen de avond, dan gaat het ook in de rest van Gelderland gebeuren. En ja, op dat moment zouden er opnieuw van die flinke buien kunnen vallen. Maar daar zullen we morgen wat meer informatie over geven. Hoge temperaturen dus. En pas later, als de wind naar het zuidwesten gaat draaien, dan vinden we in de avond duidelijk wat afkoeling. En dan de rest van de week. U ziet het aan de temperatuur. We gaan flink omlaag. We gaan zelfs onder normaal 20 tot 21. 20 graden. En het weer, dat is wat wisselend. We hebben af en toe te maken met regen. Maar dat zal niet de hele dag zijn. Er zijn ook perioden dat het droog is en dat de zon even doorbreekt. Maar stabiel zomerweer, helaas, dat zit er voorlopig nog niet in. De
Dit was het nieuws. In Rock in Gelderland praat Angelo Dame zometeen met de bandleden van Hank the Knife and the Jets. Sommigen zijn de 60 al gepasseerd, maar ze gaan er nog steeds tegenaan. Nog een fijne avond.